Welkom hier in het Heempark. Het Heempark is een mooie groene omgeving vlakbij het centrum van Genk. Als je vanuit het centrum verder gaat dan het Molenvijverpark in de Hoogzij, dan vind je hier het Heempark tussen Kattevenne en het Molenvijverpark. Het is een mooie groene omgeving waar iedereen welkom is. Langs de ene kant kan je hier gewoon een terrasje komen doen. Kinderen kunnen hier spelen in de speeltuin. De speeltuigen in het Heempark die zijn van duurzaam materiaal gemaakt, die zijn uit hout gemaakt. En het opvallendste element in de speeltuin is de toren, waar een heel speciale glijbaan uit vertrekt. Vanuit het Heempark willen we Genkenaren het belang en de waardering voor de natuur bijbrengen. En we doen dat eigenlijk op verschillende manieren. En een van de waar we het meeste voor gekend zijn, is dat we samenwerken met scholen. We bieden klassen activiteiten aan. Kinderen kunnen hier met hun klas en hun leerkracht een activiteit komen doen en worden dan begeleid door een gids die heel veel interesse en passie heeft voor de natuur en die daar heel veel over kan vertellen. We proberen de kinderen dan leuke ervaringen te laten beleven en dingen te laten ontdekken die ze nog niet wisten. Vlinders laten zien, kriebelbeestjes zoeken, maar ook laten ontdekken hoeveel leven dat er is te vinden in de schors van een boom, waar de verschillen van de bomen zijn. In het Heempark zijn we er ook om volwassenen de waardering voor de natuur mee te geven. Dat doen we ook op verschillende manieren. Dat kan in groep, dat we een groep meenemen met de natuurgids naar de heide of naar de terril. En dat we hen vertellen en leren over wat er voor leven daar allemaal aanwezig is. En we willen op die manier ook die waardering meegeven en het belang van de natuur voor Genk. En heel veel dingen weten mensen dan ook niet. En door ze te ontdekken, prikkelen we hen en willen ze nog meer te weten komen. We organiseren activiteiten om dat te doen. Dat zijn soms gezinsactiviteiten, omdat als kinderen iets ontdekken, ontdekken de ouders mee. En dat vinden we wel heel fijn om mee te geven. Maar soms dat we ook broodbakactiviteiten organiseren voor grootouders en kleinkinderen. Langs de ene kant om samen een leuke activiteit te beleven, maar langs de andere kant ook om te weten van je hebt een brood gebakken, hoe werkt dat bakken, waar komen die granen vandaan, hoe groeien die granen en welke basis ligt daar allemaal aan. We timmeren hier ook nestkastjes of voederbakjes voor vogels, waardoor dat we ook samen activiteiten doen, maar daardoor geven we ook het belang mee om zelf voor vogels te zorgen in uw tuin. Zorg dat die een nestplaats hebben, maar ook zorg dat die vogels voedsel vinden in uw tuin. We hebben ook groepsactiviteiten waar dat we uitleg willen geven over bijvoorbeeld de paddenoverzet. In half februari tot half maart trekken padden vanuit het bos, dan worden ze wakker uit hun winterslaap. En dan gaan ze naar het water. Hier op de Hoogzij is dat naar de vijvers, aan het Heempark of in de Dorpsbeekvallei. En die padden wilden daar voortplanten, maar die moeten de straat oversteken. En een groep vrijwilligers organiseert het dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. En we organiseren dat ook met publiek om mensen te informeren over ja, waarom wordt die paddenoverzet hier gedaan. Hoe belangrijk is het om dan op het verkeer te letten en om ook over onze werking te vertellen. Hier in het Heempark is ook een compostmeester en zijn meerdere compostmeesters actief op verschillende plekken in Genk. En die compostmeesters die geven uitleg aan iedereen die dat wilt over composteren. Hier in het Heempark is ook een demoplekje waar dat wij zelf composteren. En compostmeester Theo en ook soms Patrick die organiseren hier activiteiten om daar heel veel informatie over te geven. Dat sluit misschien ook wel aan bij de tuinen van het Heempark. We hebben hier hele mooie tuinen, kruidentuinen, waar verschillende kruiden terug te vinden zijn. En dat is dan opgesplitst in geneeskrachtige kruiden en keukenkruiden die we gebruiken bij onze gerechten. Binnenkort komen daar plaatjes bij te staan met te zeggen welke kruiden hier zijn. Omdat dat niet voor iedereen altijd even duidelijk is waar staan die voor. En die worden door een groepje vrijwilligers onderhouden en bijgehouden. En die werken hier meerdere keren per week in een groepje samen in de tuinen. Er is ook een groep van Veld. We hebben ook vrijwilligers van Veld die hier een groentetuin onderhouden. Een prachtige groentetuin eigenlijk. En op woensdag voormiddag zijn zij hier aan het werken.
En als je dan hier voorbij gewandeld komt en iets wilt vragen of meer informatie over iets wilt, dan staan ze u heel graag te woord met alle antwoorden die ze dan op dat moment hebben. Een van de leuke wandelingen die dat we organiseren is een paddenstoelenwandeling. Hier in de omgeving staan, vooral in de herfst, heel veel verschillende soorten paddenstoelen. En onze gidsen, we hebben een aantal gidsen die er echt in gespecialiseerd zijn, die van iedere paddenstoel de naam weten en een heel verhaal daarover te vertellen hebben. Onze gidsen nemen u dan mee om te vertellen over die paddenstoelen. En ja, paddenstoelen zijn heel belangrijk in het composteren. Bladeren zijn gevallen en paddenstoelen verwerken die of groeien op afgevallen takken of omgevallen bomen. Soms kan je er in de zomer ook zien, maar dan moet het al vochtig zijn. En in verborgen plekjes moet je dan heel goed kijken. En onze gidsen zijn heel enthousiast en vertellen daar heel graag veel meer over. Het is ook gewoon in het water. Een andere leerrijke workshop is de ontdekking van de waterdiertjes in onze vijver. Zowel kinderen als hun ouders zijn meestal erg geïnteresseerd. Probeer meteen een beestje. Nu heb je genoeg beesten, ja. Mam, kijk maar eens. Ja, maar ik heb kaartjes. Beginnen met begin, bij start. Waar staat start? Hier, start. Water is een superbelangrijk natuurelement. Het is van nature aanwezig in onze grond, in onze beken die dat we hier hebben. Maar wij als mens moeten heel goed, heel zuinig omspringen met ons water. Langs de ene kant zo zuinig mogelijk zijn met leidingwater, maar ook regenwater. We zijn tot nu toe geneigd om regenwater gewoon via de riolering te laten wegstromen. En eigenlijk moeten we dat veel meer bijhouden en laten insijpelen in de grond, zodat grondwaterstanden, grondwater gebruiken we voor ons leidingwater, dus zodat grondwaterstanden dat die aangevuld worden. En zodat we, als we regenwater gebruiken om onze planten te begieten, dan verspillen we ook geen heel erg gezuiverd leidingwater, wat dat we eigenlijk echt alleen voor consumptie zouden moeten gebruiken. Je kan ook door het bosje en de vijver wandelen en genieten van de natuur die er aanwezig is. Of het Heempark gebruiken als verbinding tussen het Molenvijverpark of Genk Centrum en Kattenvenne om een grotere wandeling af te leggen. Een heel speciaal plekje in het Heempark is de Bijenhal, waar onze stadsimker Albert Reinaars de bezoeker altijd weet te interesseren met boeiende verhalen over de bijen. Het belang van de bijen is zeker bekend, vooral bij de fruitboeren die ieder jaar dus hun fruitbloesems moeten bestoven hebben door de bijen. Ook hommels doen daar wel een beetje aan mee, maar bijen zijn dus veel gevraagd in de fruitstreek. Ieder jaar gaan honderden imkers met hun bijenkasten, zoals deze hier staan, naar de fruitstreek om dus te voldoen aan de bestuiving van alle soorten fruit. Mensen kennen het verschil niet tussen bijen en wespen. Om nog maar te zwijgen over de solitaire bijen. Wespen zijn geel van kleur, bijen zijn donkerder van kleur. Ze zijn ook veel meer behaard. Wespen hebben dat dus niet, zijn niet behaard. Wespen kunnen dus meerdere keren steken, een bij kan dus maar één keer steken. Nu is het zo dat bijen dus niet agressief zijn ten opzichte van wespen. Bijen zijn eigenlijk bloemvast en komen dus eigenlijk niet aan tafel, aan uw ontbijt. Wespen daarentegen, die halen bij manier van spreken het vlees tussen de boterhammen weg. Het Heempark heeft heel wat te bieden. Veel meer dan alleen een speeltuin en een cafetaria zijn er ook heel wat activiteiten.